magbo-voting kami ngayon. So, ayan. Ang ingay nila, oh. Kasi kaming apat. Okay, yeah? Hello! Hello, guys. Welcome to my vlog. Welcome to my Juicy Vlog. Please like and subscribe. Ayun, no? Yan. Nandito kami ngayon sa Utrecht. Yan. Ito yung birthday girl. Hello! Yan. Ang ganda ng birthday girl, di ba? Hindi, lagi yan. So, mag-ano kami? Dito, ano mo ang mga feelings dito sa Utrecht? Sana early na lang kami. Oo, kasi sulit ang ano ba? Sulit ang mami, uy. So, mag-ano? Parang taking over yan dahil hindi yan dito. Ay, tanaw na lang natin mamaya. Oo. Na pa may time. So, may dito may. Uy, asa ito? Ang boat, uy. Ha? Ang boat. Nandito. Asa ang boat? Basta na ako yan. So hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pero magbo-voting kami mamaya. Oh, next time ikaw drive ha? Ah, malaglag ako. Hindi ko kuya. Wala ko pa ng pang-sa. Aso ko. Pero pag ganun-ganun, okay ho. So Pilip. So maglalakad kami kasi parang normal na rin dito ngayon guys kasi ayan si birthday girl ang naka-yellow dress. Ayan ang birthday girl talaga ngayon. So nandito kami kasi sasakay kami sa boat. Are you lost baby boy? Ang isa na yung yate ko. Ito yung yate ko. Pero nasaan yung baby boy ko? Ito na yung yate ko guys. Asan na si baby boy? Ito muna yung madam kasi birthday. Yan, di ba? Ang ganda ni madam. Sagot niya mamaya. Magsha-shopping daw kami. Lahat daw ang gusto namin. Siya yung sasagot. Tinan mo siya. Tinan mo, oh, di ba? Bag pa lang eh. Grabe lang. Ito yung pangalawa. Pero talaga siya daw, di ba? Yan. Bigay mo na kay lahat to. Sa akin. Mabalik talaga ito sa ano. Dito ba tayo? Ito ba yung atin? Sino mag-drive? Sino magda-drive? Ayun. Magaganyan kami, oh. Tapos mag-swimsuit kami. Yung mga ganyan lang, nakatalikod na lang. Ayan, sasakay na kami. TG. Bisag-asa. Ano may parin? Pero wala may tao. Oh, mag-TikTok na. Ayan.
dito kami. Er zijn nu appartementen ingevestigd. De kerk werd gebouwd rond 1900. De kelders jaarlijks zo'n 70.000 liter bier gebrouwen. En als jullie heel goed naar boven kijken, dan kun je echt goed zien dat een oud kasteel is. Si mga madam. TikTok ka din. TikTok aan beide zijden van het water ziet u op straatniveau veel historische gebouwen. De oudste panden langs de gracht werden rond 1300 al gebouwd. Ze waren destijds bestemd voor steenrijke mensen die het zich konden veroorloven een huis te bouwen. De Nederlandse paus Adrianus VI, geboren in 1459 als timmermanszoon. Adrianus was paus van 1522 tot 1523 en kwam vermoedelijk door vergiftiging om het leven. Voor u ziet u de smeebrug. Tussen de beide bogen ziet u een beeld van een 1634 kloosterleven in de Waterstraat in Wijkzee. Hier stichtte zij in 1939 Meisjesstad, een voorziening voor dakloze meisjes en tienermoeders. Nou, hier aan de rechterkant, je ziet het al hè, dit noemen ze de stadstrand van Utrecht. Dus hier kun je lekker zonnen, drinken, zwemmen. Ayun guys, sa loob yan ng mall. Aan de rechterkant is nog een gedeelte van kasteel Vredeburg in de 16e eeuw. Dat hebben ze hier nog laten staan, zijn ze vergeten weg te halen. Maar het kasteel in de 16e eeuw, dat stond hier dan, en dat overgenomen door de Spanjaarden. En daar was de bevolking van Utrecht niet mee eens. Toen hebben ze besloten om het te geslopen. Het moderne gebouw aan de rechterzijde is Tivoli Vredenburg. Het voormalige muziekcentrum Vredenburg is verbouwd en uitgebreid met poppodium Tivoli. De muziekinstellingen zijn opgegaan in het nieuwe Tivoli Vredenburg, geopend in 2014. De grote zaal van architect Herman Hertzberger is gehandhaafd en er zijn vier nieuwe zalen omheen gebouwd.
Ayan sila. Mga... Zo aan de linkerkant, het beroemde Pannenhuis, restaurant. En dat was vroeger de muntkelder. Hier werden vroeger de munten geslagen. Hier aan de linkerkant. Rechts het huis Oudaan, een van de Utrechtse stadskastelen. Deze werden per schip aangevoerd vanuit verschillende delen van Europa, hoe van hieruit verder te gaan. Dit kan toch aan de lang. Maar de hello guys. Sorry. Nee, it's okay. We varen tussen de werven en de werfkelders. De lage delen links en rechts zijn de werven en de bebouwing daarop de werfkelders. In deze kelders zijn onder andere horecagelegenheden, winkels en woonruimtes gevestigd. Het systeem van werven en kelders zoals dat hier langs de grachten te vinden is uniek in de wereld. Zij vormen het bruisende middelpunt van Utrecht en hebben een rijksmonumentale status verworven. In 2008 werd besloten alle werven en kelders te renoveren nadat uit onderhoudswerkzaamheden bleek dat sommige delen in zeer slechte staat verkeerden. Zoals aan de linkerkant zijn ze nog druk bezig. De Weesbrug dankt zijn naam aan het gebouw met de donkere luiken rechts boven de brug. Dit is een voormalig klooster dat later 350 jaar dienst heeft gedaan als weeshuis en in 1926 als zodanig gesloten werd.